De tweet van de week. Waar praat Enschede over op Twitter? Jij in de wijk gaat op zoek naar de gezichten achter de berichten. De tweet van deze week komt uit de Eekmaat. Alain Peters gebruikt sociale media in de zoektocht naar zijn twee vermiste katten. Dier in Twente deelde zijn oproep op Twitter, maar de katten zijn helaas nog niet gevonden. Onze eerste kat is verdwenen op 9 augustus, in die periode. Het is een zwarte kater en hij luistert naar de naam Bibi. En dat is een kat die eigenlijk heel enthousiast is, 3 jaar oud. Als je een blikje voer rammelt, dan is hij binnen 3 seconden in huis. Dus dat hebben we ook heel vaak gedaan en dat maakt het juist zo raar dat hij in 1 keer niet meer kwam. De tweede kat, Misty, is ook een broertje van Bibi, ook 3 jaar oud, is grijs. Een beetje een grijs-witachtige kat. En ook dat is eentje die altijd honger heeft. Dus zodra je hem roept, komt hij direct. En ook dat hebben we dus geprobeerd. En ook daar reageert hij niet meer op. We hebben er heel veel aan gedaan om te kijken of we de kat terug konden vinden. We hebben geflyt in de wijk. Ik heb zelf 3 kinderen die ook geflyt hebben. We zijn in de camping hierachter geweest. Wat ik hoop is dat mensen mijn oproep zien en dat ze gaan reageren. Dat ze mijn kat of katten gezien hebben. En dat ze daar echt op gaan reageren. Dus dat ze naar mij toe bellen of dat ze langskomen of op Facebook eventueel reageren. En ik hoop echt dat, dat er wat uitkomt, want tot op heden is dat nog niet gelukt. Heb jij Misty en Bibi gezien? Laat het ons dan weten.